mij toch wel symbolisch. Ik moet je eerlijk zeggen, ik loop nu het hele rondje al en ik loop hier met een enorme steen op mijn maag. Ik voel de emotie die zit er bij me. En met het tunneltje doorgaand en denk ik van ja, dit is wat ik op dit moment voel. Dat is de doorgang weer naar een voor mij nieuwe periode. En wat ik merk is dat ik moeite heb om weer afscheid te nemen van de oude periode. Omdat dat kost me emotie. Wat heeft wandelcoaching mij gebracht? Vooral de triamethode. En ik merk steeds meer dat ik in gesprekken, in omgaan met mensen, het kan gebruiken als een heel natuurlijk instrument. Zonder dat de ander in de gaten heeft van hij is met een instrument bezig. En dat vind ik het mooie van de triamethode, dat het zo'n natuurlijk proces is. En dat hoort weer dus bij het wandelen in de natuur. Dus ik zal dat ook niet loslaten. Alhoewel ik dus tijdens deze cursus mijn pitch volledig heb omgezet, denk ik toch dat dit mij oplevert een nieuwe weg, een nieuwe toekomst, waar ik met ontzettend veel plezier naar toe kijk. Maar ik neem ook met weemoed afscheid van wat er achter mij ligt. Maar dat is niet voor niks geweest. Het is een weg waarin ik groei. Dat wilde ik met jullie delen. Dankjewel.